Arche, het is een van de groepen die je volgende week aan het werk kan zien op het Hasselse Krokusfestival. Met hun voorstelling Murikamification maken ze al dansend een stadswandeling. Choreograaf Erik Keil en zijn dansers geven je zo de mogelijkheid om de ruimte anders te bekijken. En gelijktijd dat je begint te kijken naar je soort gewone omgeving met de nieuwe ogen. Er is een soort poëzie ontstaan voor je ogen door de dansende lichaams, het blader door de stad heen. Geen zitbank is veilig, geen trap te steil. Eenvoudig is het niet. Je moet heel veel oefenen om een sterk speler te zijn. Maar gelijktijd, ik wil niet een soort heel grote kloof tussen de speler en het gewone publiek. Als je kijkt, je wil denken, ja, ik zou ook zou kunnen. Maar heel veel van de dingen zijn moeilijker dan zij eruit zien. Dat en nog veel meer staat op het overvolle Krokusfestival programma. We hebben ook dit jaar 14 buitenlandse groepen die 11 Belgische premières spelen. Aan de andere kant is het Krokusfestival ook altijd een festival waar je nieuwe dingen kan ontdekken. Dus we hebben 6 premières die dus voor het eerst getoond gaan worden. Die mensen zijn nu allemaal druk aan het oefenen en aan het repeteren en zo. Maar dat is voor ons ook altijd een uitdaging om die nieuwe dingen te kunnen plaatsen. Het is echt een familiefestival. Dat betekent dat we zowel voor kinderen als voor jongeren als voor ouders werken. En een aantal van die voorstellingen staan bij ons in het cultuurcentrum. Maar meer en meer gebruiken we ook de stad. Dus je merkt dat er 2 voorstellingen echt in het stadscentrum plaatsvinden. Dat we een dansvoorstelling in de provinciale bibliotheek hebben. En dat we zelfs een school en de turnzaal van een school een beetje artistiek onveilig maken. En we duiken ook in de slaapkamers met een aantal kinderen. En dat is trouwens een voorstelling volwassenen niet toegelaten. Met bijna 100 activiteiten op 7 dagen is dit een festival dat je absoluut niet mag missen. Het is geweldig in België te spelen, omdat jullie zijn heel open voor grote artistieke bewegingen. Dat is niet dat het moet in een bepaalde manier gespeeld worden en dat is heel fijn. En Hasselt is een soort tweede thuisstad voor ons. Wij hebben hier een paar jaar gestaan bij het Krokusfestival en het voelt altijd goed hier te zijn.